were my sun, you were my earth, but you didn't know all the ways I loved you. You took a chance, made out a plans, but I bet you didn't think that they would come crashing down. De weg naar het succes, kunt u daar meer over vertellen? Ja, wij zijn bezig om opbrengsten te genereren voor jonge talenten. En toen hebben we gezegd, waar gaat het over? Hoe komen jonge talenten in hun kracht? Hoe komen die naar succes? En daar zijn allemaal structuren voor. En hebben wij een principe van The Big Five Alive, dus een boek van een schrijver die vertelt daarover. En vandaag hebben we dus ook allemaal mensen vanuit de topsport en begeleiding ook gevraagd van hoe hebben jullie dat gedaan? En u bent eigenaar van NTI NLP. Wat zijn de raakvlakken tussen uw bedrijf en dit seminar? Nou, dat is wel grappig. Aan de ene kant is het zo dat de raakvlakken natuurlijk heel groot zijn, omdat wij een instituut hebben waar wij op basis van persoonlijke ontwikkeling mensen de weg naar binnen laten maken. Waar liggen jouw krachten? Hoe kom je bij je succes? Hoe kan je goed omgaan met gezondheid? Hoe kan je effectief gaan omgaan met datgene wat op je pad komt? Daarnaast zit ik al 40 jaar in de topsportbegeleiding en doe ik datgene wat ik altijd al gedaan heb in een heel andere context. En vanuit die context ken ik dus heel veel mensen die hier vandaag ook zijn. De Mark van Basten, alle prijzen gewonnen als voetballer die maar te winnen zijn. Gouden schoen, gouden bal, wereldbeker, Champions League, noem het maar op. Toch hier aanwezig bij het seminar De Weg naar Succes. Waarom? Nou, ik werk al een tijdje met Bouke de Boer. En die is van het instituut in Limmen, de neurolinguistisch programmeren. En ja, ik heb met hem een keer via contact gehad. En die zei van, god, het is misschien best een goede cursus voor jou. Dat gaat dan in dit geval over communicatie. En dat vond ik interessant, dus dat heb ik gedaan. En wat zijn je bevindingen tot nu toe over NLP? Nou, dat is gewoon heel interessant, heel goed. Ja, op een bepaalde manier bewustzijn van bepaalde communicatie is denk ik heel belangrijk voor heel veel mensen. En dat kan je inderdaad in je gezin hanteren, dat kan je op je werk hanteren, in je vrije tijd, whatever. Wanneer ben je afgestudeerd NLP'er? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ze hebben gewoon een cursus en die kan je volgen. En op het moment dat je die gevolgd hebt, dan krijg je een certificaat. Ja, hoeveel belang je daar moet hangen, dat is weer een ander vraagstuk. Maar ik denk dat het sowieso goed is om van bepaalde dingen gewoon wel je bewust van te zijn. You took a chance, made out of plans. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. Nou, we staan hier bij Minkeboy. Wat is NLP voor jou? Ja, NLP is vooral de kracht uit jezelf halen. Je hebt zelf in de hand of je gelukkig bent, of je er iets maakt van in je leven. En ja, ik heb voor Peking 2008 heel bewust gekozen om echt eens te gaan genieten van de Olympische Spelen. En daar, op dat pad ben ik Bouke de Boer NLP-trainer tegengekomen. Die heeft me daar ongelooflijk bij geholpen. En zo was Peking de mooiste ervaring die ik gehad heb. En ook mijn laatste ervaring, dus mooi kan het niet. Als je eerder in aanraking gekomen was met deze techniek, had je dan eerder successen geboekt misschien? Nou, we zijn heel succesvol geweest als team. Ik heb Olympisch brons, zilver en uiteindelijk dus ook goud. Ook met mijn clubteam Den Bosch zijn we ongelooflijk succesvol geweest. Dus ik mag zeker niet klagen. Maar ik had er misschien meer van genoten. En dat is denk ik vooral heel belangrijk. Dat je het leuk vindt wat je doet. Dat je daar enorm veel plezier aan beleeft. Want nu heb ik toch af en toe, ik heb prachtige herinneringen aan de sport. Maar het had met zoveel meer plezier gekund. You don't have to say what you did. I already know. I found about hell. Now there's just no chance for you and me. Wat is jouw rol op deze dag? Ik heb eigenlijk een heel bescheiden rol. Ik heb heel veel aan de PR geprobeerd te doen. Dus heel veel mensen enthousiast proberen te maken voor deze dag. Wat heb jij met NLP? NLP is eigenlijk een virus. Kijk, als je er eenmaal mee in aanraking komt, dan zie je dat het heel erg leuk is om er wat mee te gaan doen. De weg naar succes, wat brengt je hier? Ik wil mezelf graag ontwikkelen en ik wil verder kijken. En ik wil binnen mijn eigen bedrijf wil ik me verder ontwikkelen en naar boven gaan en groeien. Dus en mezelf leren kennen. Dus, hoe kwam je in contact met deze dag? Een vriendin van mij die werkt hier en die attenteerde mij hierop. En toen heb ik, op die manier heb ik dat zo kunnen doen.
Ja, ik heb nog nooit zo'n dag meegemaakt, want in onze tijd was dit niet. Ik vind het een geweldige dag, te meer dat ik dus uitgenodigd ben door de organisatoren van dit feest. Waarvan mijn dochter er een van is. En dat heeft mij ertoe geleid om hier vandaag daarvan te genieten. Don't it make you sad about it? You tell me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me you need.